Ik open de vergadering van de raadscommissie van 8 februari 2018. Ik verzoek de commissieleden die nog niet zitten ook te gaan zitten. U bent toch hartelijk welkom, evenals natuurlijk het publiek op de tribune en de mensen die met ons thuis meeluisteren, meekijken. We hebben niet een heel uitgebreide agenda vanavond, dus het zou binnen redelijk nette tijd voor elkaar moeten kunnen zijn. De opening is hiermee gebeurd en bij mijn weten hebben zich geen insprekers aangemeld, zodat hiermee agenda punt 1 al klaar is. Gaan wij over naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda en rondvraagpunten. Er zijn ook bij mijn weten geen rondvraagpunten binnengekomen en ook nu zie ik nog geen aanstalten daartoe. Dan de vraag, moet de agenda gewijzigd worden? Niet, dan houden we hem zo. Dank u wel. Agenda punt 2 geweest. Gebruikmakers spreekrecht hoeft dus niet, want die insprekers zijn er niet. Agenda punt 4, vaststelling afsprakenlijst raadscommissie van 11 januari 2018. Ook daarop zijn geen opmerkingen gekomen en ook nu geen. Dan hebben we agenda punt 4 ook gehad. Gaan wij over naar het onderdeel van de agenda besluitvorming advies aan de raad. Agenda punt 5, vaststelling bestemmingsplan werken om een nieuwe sporthal om me. Wie mag ik daar over het woord geven? Dat is ja, elke fractie denk ik. Ik begin bij de heer Leuwik. Ga je te gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, als CDA vinden we dit een verbeterd voorstel. Nu het bouwvlak verkleind is en de skatebaan buiten het plantgebied blijft. En ook op dezelfde plaats kan blijven. Dat vooraf even. Toch, voorzitter, hebben we als CDA nog wel enkele vragen. En een drietal terreinen. Eerst over de parkeerdruk. Dan iets over de bodem. En dan nog laatste, wou ik graag wel iets weten over de kinderspeelweek. Ik zal met het eerste beginnen. De parkeerdruk. Er zijn in de middag van de werkdagen, staat er ergens, geringe parkeerproblemen te verwachten vanwege een lichte overschrijding van de parkeercapaciteit. Het staat heel mooi. En dan staat er ook nog bij dat het overloopgebied bij het gemeentehuis en het Vechtelcollege zal dan de parkeerdruk wel opvangen. En er is nog geen uitbreiding van parkeercapaciteit noodzakelijk daardoor. Daarom heb ik toch nog wel een aantal vragen als CDA. Is de kans zo niet groot dat de mensen in de zijstraten gaan parkeren? De tweede vraag hierbij. Is het niet verstandig het aantal parkeerplaatsen te labelen misschien? En als derde punt. Hoe zijn de parkeerplaatsen bij het Vechtdal te bereiken als er een paaltje staat? En dat staat er niet altijd, moet ik zeggen, maar er staat soms zo'n paaltje in de Van Reewijkstraat. Hoe kunnen de mensen dan vanuit, laat ik maar zeggen, de grote parkeerplaats bij het Vechtdal komen? Dan iets over de bodem. In de toelichting van het bestemmingsplan staat bij punt 4.3, bladzijde 17, kunnen nakijken, bij bodem. Daar staat de gemeten gehaltes aan PAX en PCB's is in de tussenlaag, die zijn sterk verhoogd, maar na de onderzoek wordt uitgesteld omdat de opgravingsdiepte nog niet duidelijk is. Oké. Maar wat zijn nou de risico's met die bovenmaatse aanwezigheid van die zware metalen als PAX en PCB's in de grond? En als derde, gewoon even een vraag voor de kinderspeelweek. Door dit plan verdwijnt de locatie voor de kinderspeelweek. Die elk jaar in de week voor het einde van de zomervakantie wordt plaatsvindt. Is er al een alternatieve locatie gevonden voor deze kinderspeelplaats? Voorzitter, dat waren voorlopig mijn vragen in de eerste ronde. Dank u wel. Dank u wel, de heer De Jonge. Nou, voorzitter, met alle vragen van de voorganger zal ik het kort houden. Want in onze optiek, voorzitter, is er bij een aantal raadsvergaderingen en commissievergaderingen zeer uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Zowel bij de begrotingsvergadering als bij de tervisielegging. Het standpunt van de VOV was niet het standpunt zoals er nu gebouwd wordt, want wij hadden liever gezien de combinatie met de bouwen school. Maar wij...
kunnen ook aangezien de meerderheid van de raad en er vandaag geen inspreker zijn, kunnen wij leven met het voorstel zoals het nu ligt. En wat ons betreft kan het bij de raadsvergadering als hamerstuk behandeld worden. Dat was kort en krachtig, dank u wel, de heer Mors. Alles gaat fout vandaag. Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de vragen van de heer Leuwe, kan ik het nog korter maken? Want ik ben het namelijk helemaal eens met de vragen over de parkeerdruk. En de andere waar ik aan zat te denken was de installatie, maar het heeft niets te maken met dit onderwerp. Dank. Dat ging dus toch wel goed. De heer De Ruiter? Niet. Mevrouw Schunslijn? Niet. Dan ben ik bij de heer Moerman. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Los van andere vragen. We hebben natuurlijk te maken met de uitbreiding. Daar hebben we het ook te maken met 1900 vierkante meter. Dat is fors. Nieuwbouw. Nou, we hadden het een aantal weken geleden hadden we het over de vervanging van de verwarmingsinstallaties bij de carousel. Is er ook nagedacht over het energievraagstuk? Want we hadden het inderdaad over alternatieven vorige week hebben we aangedragen, als bijvoorbeeld aardwarmte. Bij bestaande bouw is dat moeilijk. Bij nieuwbouw heb je natuurlijk hele andere mogelijkheden. Is daar over nagedacht? En anders zou ik inderdaad suggestie willen doen om dat alsnog mee te nemen. Want je kunt bijvoorbeeld nu gaan denken aan een warmtenetwerk. Omdat je dus nieuwbouw hebt bij de sporthal, je hebt de bestaande vervanging carousel. En binnenkort heb je ook nog nieuwbouw van een kindplein. Nou, dan kun je dus, zou je dus mee kunnen nemen naar een echt een veel duurzamere oplossing. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De heer Remmers, gaat u houden. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, zoals eerder ook al gezegd, is hier eerder in deze zaal gesproken over de sporthal. Nou, die discussie willen we zeker niet overdoen. We hadden er ook een andere mening over. Er zijn hier wel aanpassingen gedaan in het bestemmingsplan. Wat betreft om de skatebanen buiten te houden. En dat is een aanpassing waar de LPO prima mee kan leven. Wel hebben wij nog een vraag over de aanbestedingsprocedure. Daar hebben we ook in een eerdere fase aandacht voor gevraagd. Wat zijn de mogelijkheden voor lokale ondernemers om een bijdrage te leveren? We hebben gelezen dat de aanbestedingsprocedure gestart is. Binnen die aanbestedingsprocedure moeten er natuurlijk aan allerlei eisen voldaan worden en procedures. Maar we moeten de lat ook niet zo hoog leggen dat lokale ondernemers daar niet voor in aanmerking zouden kunnen komen. En we hopen dat de wethouder iets kan vertellen over hoe daarmee omgegaan wordt. Een tweede punt is de parkeerbalans. Het onderzoek geeft de LPO wel een beetje de indruk dat er een bepaalde doelredenatie heeft plaatsgevonden. De uitkomst moet zijn dat er met wat extra bordjes het allemaal wel goed komt. En daar gelooft de LPO niet zo in. Nu is het al regelmatig een zoektocht naar een plekje en zijn er al klachten over onvoldoende parkeerplaatsen, met name in die namiddag. Alles is al bezet en dan komen er nog zwemlessen en andere sportactiviteiten bij. Als dat nog verder zal toenemen met de nieuwbouw, ontstaat er in onze ogen een onhoudbare zaak. Daar komt nog bij dat er een nieuwe bestemming komt voor het oude politiebureau, waar ook extra parkeerplaatsen voor benodigd zijn. Daarom, voorzitter, de vraag of de wethouder de uitkomsten van het onderzoek realistisch vindt, de vraag of de nieuwe bestemming van het oude politiebureau is meegenomen in het onderzoek, en tot slot welke aanvullende maatregelen er mogelijk zijn als de uitkomsten van het onderzoek toch niet de realiteit blijken weer te geven. Tot zover. Dank u wel. De heer Wint. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals ieder denk ik wel weet, heeft de bouw van de sporthal in deze omvang en op deze plek niet de voorkeur van de ChristenUnie. Maar meer daarover kunt u horen in onze bijdrage tijdens de raad. Maar los daarvan willen we natuurlijk blijven meedenken en hier en daar onze kanttekeningen plaatsen. Zo lezen we bijvoorbeeld in de stukken dat er een brief naar omwonenden is gegaan om hen te informeren. Dat is wat ons betreft natuurlijk een goede zaak. Omdat we hiermee ook de richtlijnen van het GOP volgen, zoals we dat als gemeente zelf hebben opgesteld. Maar we zijn ook wel benieuwd of er reacties zijn gekomen en zo ja, wat die reacties dan waren. Misschien kan de portefeuillehouder daar iets meer over zeggen. En daarnaast zijn we net als het CDA heel erg benieuwd hoe het nou precies zit met die grondvervuiling. De andere vraag die wij daar nog bij hebben is van of dat extra onderzoek waar toen over gesproken werd, of dat nou nog nodig is. En zo ja, nou, wie en wanneer gaat dat dan gebeuren? En als laatste hebben wij ook wij een vraag over het parkeren. Er wordt in het stuk inderdaad gesteld dat het misschien met wat extra bewegwijzering wel opgelost zou kunnen worden. Maar onze vraag is dan van hoe gaan we dan borgen dat dat ook werkelijk gaat gebeuren. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De portefeuillehouder.
Ja, dank u voorzitter. Ik zal het ook zo langslopen. De conclusie van het CDA is dat het een verbeterd voorstel is. Van, het is ook inderdaad zo'n klein stukje af. En de baan blijft behouden. Met betrekking tot de parkeerdruk, en dan kijk ik ook even naar andere partijen. Ik heb in oktober, toen hebben we dit op de lijst gehad, ook al aangegeven van dat de parkeerdruk op een realistische manier is benaderd. En dat de zijstraten er toen buiten gehouden waren. En volgens mij is hetzelfde rapport. Dus de zijstraten zijn er buiten gehouden. En dan pak ik parkeren van het oude politiebureau ook gelijk mee. Van, als daar een andere bestemming op komt, dan wordt daar een parkeernorm opgelegd. En men moet dan aan die parkeernorm voldoen, wil men vergunning krijgen. En wij zijn bezig om die parkeernormen keurig netjes neer te leggen. De PACs en de PCB's, de risico's, dus in de vorige commissie door de ambtenaar op heeft die vragen beantwoord. En ik weet niet of ik nog iemand weer naar voren moet halen. Want ja, het is aan de orde geweest de vorige keer. En hoe het precies beantwoord is, want dat zijn natuurlijk technische vragen. Dat weet ik niet meer. En, dus ik hoor in tweede termijn wel of u daarmee instemt. De kinderspelweek, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. De Partij van de Arbeid, Nieuwbouw, Energie. Wellicht dat collega Lagasta zometeen nog even iets over kan zeggen. Aanbestedingsprocedure. Ja, dat zijn wettelijk voorgeschreven procedures, meneer Remmers. En ik neem aan van dat daar ook lokale ondernemers vooruit genodigd worden. En anders zal ik dat nog een keer onder de aandacht brengen. Maar wel de uitgangspunten hanteren natuurlijk. Naar de parkeerbalans, daar ben ik al op ingegaan. Brief aan omwonenden, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Ik weet wel dat dit bestemmingsplan gewijzigd is op basis van iemand die zich gemeld heeft van laat de baan heel. Dus of dat nou op basis van de brief geweest is, dan wel op andere, dat weet ik niet. En ja, parkeerbalans. Parkeerbalans, daar ben ik op ingegaan en... ik denk dat ik hiermee alles beantwoord heb, voorzitter. Ik, voordat mevrouw Lagas dan het woord kan krijgen, even nog terugkomen op uw beantwoording. Als u zegt, komt nog kinderspeelweek, kunnen we dat dan opvatten als dat u daar nog schriftelijk op terugkomt? Dat dat nog nagegaan wordt? Ik heb gezegd dat ik het niet wist. Dus ik ga dat uitzoeken en dan kom ik er wel op terug. Dat is één. We zullen zo kijken of de vragensteller het daar ook over eens is. En wat de PACs en de PCB's betreft, misschien is het toch wel verstandig wanneer de ambtenaar even aan tafel komt om daar antwoord op te geven. Er zijn van meerdere kanten wel vragen over gesteld. En dan denk ik dat het verstandig is om die vragen meteen dan nog beantwoord te krijgen. Dus wat mij betreft dat wordt dat meteen afgehandeld. Dan komt de heer Wiertz naar voren. Dus de projectleider. Ja. Gaat in gang. Deze? Ja. Goedendag, Peter Wiertz. Op de vraag van de bodemonderzoek, daar is bodemonderzoek verricht. En de opdracht aan de aannemer, zodra die geselecteerd is, is om dat laatste stuk, afhankelijk hoe diep ze moeten gaan, want dat weten wij nog niet, wordt die ook weer verzorgd, zeg maar, om dat onderzoek over het laatste stuk ook op te pakken. Dus het eerste verkennend bodemonderzoek is verricht. En het tweede deel, zodra de aannemer weet hoe diep hij gaat, wat het ontwerp is nog niet bekend. Ja, dan zeg maar, moet hij voor dat deel moet hij ook een bodemonderzoek verrichten. Dat aanvullend bodemonderzoek, zoals het in het rapport staat benoemd. Uh,
Misschien ook even voor het spelweek even, misschien ook. We zijn in gesprek ook met de spelweek, met de voorzitter, de heer Hans de Groot. Daar hebben wij ook gesprekken gevoerd naar de mogelijkheden zoals de sport daar ontwikkeld zou kunnen worden. Ook gekeken naar de alternatieven, wat alternatieven zijn. Een alternatief zou er ook kunnen zijn, meer richting het gemeentehuis. En daar zitten wij binnenkort met de heer Hans de Groot weer voor om tafel om dat nader te bespreken. Bestemmingsplan technisch is dat bekeken en is dat ook mogelijk. Bedankt voor de heldere antwoorden. Oké. Dan neem die kwalijk. Ga je gang. Voorzitter, laten we het maar zien. Dat is een stukje service van de zaak, omdat het nu om een bestemmingsplan gaat en niet over de verwarming. Maar naar aanleiding van de commissievergadering van de vorige keer, waarin dat aan bod is gekomen, zijn er ook duidelijk vragen gesteld over de alternatieven. U krijgt een nieuw commissievoorstel waarin dat ook aangegeven wordt. Op dit moment is in ieder geval wel duidelijk dat de capaciteit zoals die toen voorgesteld was, voldoende was voor het geheel. Maar de alternatieven, die krijgt u in het nieuwe commissievoorstel, krijgt u dat meegewogen. Dank u wel. Nou sla ik toch niemand meer over voordat ik naar de tweede ronde ga. Hè? Nee. Heer Leeuwik. Ja, ik dank trouwens voor de beantwoording van de vragen. Eén ding is me nog niet helemaal duidelijk. Dat met die overloop van die parkeerplaatsen, daar zit ik nog wel een beetje mee. Want zoals ik al zei, de meeste mensen komen toch aangereden via de voorkant bij het politiebureau. En dan komen ze daar recht de parkeerplaats, zo stel ik me het allemaal even voor. Dan heb je dat grote parkeerplaats waar ook de apotheek, de huisarts is en de fysio. Nou, en dan moeten ze naar het Vechtdal College, dat hebt u in een stuk gezegd. En daar kom je toch, als je dan de Van Reewijkstraat volgt, dan staat er toch heel vaak het paaltje erin. Kijk, en als je dat als je dat laat staan, dan kunnen mensen gewoon niet doorrijden. Dus mijn vraag was van, in hoeverre blokkeert dat nu allemaal? Is daar het paaltje er altijd of is dat tijdelijk? Dat wou ik graag weten, want dat is toch wel van belang voor het overloopgebied. Dat was mijn vraag. Dank u wel. Heer Bos. Ja, ik wil nog even ingaan op wat de heer Leuwik ook zei. Ik ga helemaal mee met zijn verhaal op het moment dat het Carouselplein bezet is. Maar dan kan je er ook voor kiezen om rechtsaf te gaan naar de parkeerplaats hier bij het gemeentehuis. Als die ook vol is en je dan wil gaan naar de parkeerplaats bij het college, dan is eigenlijk de kortste weg via het terrein van de accountant, is dat, geloof ik. Ik geloof niet dat die daarop zit te wachten. Dat even als aanvulling op wat de heer Leuwen. En uw vraag is dus, vindt hij dat wel goed? Heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Toch nog even aanvullend op de antwoorden van de wethouder. Hij zegt van ja, als er een bestemmingsplanwijziging is, dan leggen we daar de parkeernorm op. Ik wou even aanvullend weten van, is dat dan per definitie op eigen grond? Of kan dat ook een stukje zijn van de bestaande parkeerplaatsen? En ten tweede nog over de aanbestedingsprocedure, zeiden wij daarover, ja, ik neem aan, en hij wilde er ook nog wel naar kijken, ik denk dat we, zoals we hier met z'n allen zitten en opkomen voor de gemeente Ommen, dat we er wel degelijk groot gewicht aan hangen, dat we niet door, uiteraard de wel, met inachtneming van alle wettelijke eisen en vereisten, dat we niet de lat dusdanig hoog leggen dat lokale ondernemers niet in aanmerking zouden kunnen komen. Dus ik hecht er toch wel belang aan om de wethouder te verzoeken dat goed na te gaan en te kijken of hij daar rekening mee kan houden. Dank u wel. Dank u wel. Heer Wind. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik kan de heer Mors in ieder geval geruststellen, want ik heb laatst uit eigen ervaring heb ik uitgevonden dat het niet meer kan via de accountant. Dus stond ik daar op een avond ook op de inrit en ik kan niet meer verder. dus dat wil niet meer. Maar ik heb wat dat betreft, wat de parkeerbalans betreft, dus nog wel de vraag van hoe gaan we dat nou borgen met die bewegwijzering. Daar heb ik van mij nog geen antwoord op gehad. Voorzitter, dank u wel. De portefeuillehouder. Ga de gang. Het paaltje op de Van Reewijkstraat. Dat stond er gisteren niet, meneer Leuwik. Toen ben ik er nog langs gereden. En soms staat hij er wel en soms staat hij er niet.
Nou, en als we... En dan kom ik ook gelijk op de bewegwijzering. Ik zeg toe dat er goed bewegwijzerd wordt. En als de bewegwijzering via de Van Reewijkstraat gaat, dan is het automatisch zo dat het paaltje er weg moet. En meneer Remmels, nadrukkelijk kijken naar lokale ondernemers binnen de vastgestelde regels, geen probleem. En dan de parkeernorm. In principe is parkeren op eigen terrein. Dus daar is een norm voor en daar wordt ook nadrukkelijk gekeken bij bestemmingsplanwijzigingen en wabo-procedures en dergelijke van hoe het zit met de parkeermogelijkheden. Maar volgens mij is er bij het oude politiebureau binnen al ruimte om te parkeren. En volgens mij ben ik daarmee aan het einde van mijn... beantwoording. Dat denk ik inderdaad ook met u. Houd ik denk ik wel over dat er nog wel een reactie komt vanuit het college over een reactie van omwonenden, dacht ik. Dat daar nog niet een heldere uitspraak over is van of er bewoners hebben gereageerd. De heer Wiertz. We worden weer op wenken bediend, begrijp ik. Ga die gang. De omwonenden zijn afgelopen tijd continu geïnformeerd via nieuwsbrieven. We hebben ook een klankbordgroep in het leven geroepen. Vanuit de bewoners hebben we geen reactie gehad. En vanuit de klankbordgroep hebben wij de skatebaan nu buiten bestemmingsplannen gehouden. Dus ik denk dat de bewoners zeker de gelegenheid hebben gehad om daarop te reageren. Daar hebben we dus geen reactie van gehad. Helder antwoord, heer. Dank u. En aanbesteding kan ik ook nog iets over vertellen als het wenselijk is. Wat aanbesteding betreft, we zijn natuurlijk aan regels gebonden. Daar moeten we zeker ook aan voldoen. Uiteraard kunnen de partijen uit de omgeving die kunnen ook reageren. Het heeft ook op internet gestaan bij de gemeente. Daar zijn geen reacties vanuit de plaatselijke partijen opgekomen, aannemers opgekomen. En we hebben zelf nog even nagebeld. Dus ik denk wat dat betreft, tuurlijk kunnen ze meedoen, maar als ze niet reageren en ook als ze achteraan bellen ze reageren niet, ja, dan houdt het ook op, denk ik. Dit lijkt me niet alleen een duidelijk, maar een overduidelijk antwoord. Bedankt. Oké. Dan is hiermee agenda punt 5 voldoende behandeld. Rest nog wel één vraag natuurlijk. Is dit een hamerstuk of is dit een bespreekstuk? De heer Wint, de ChristenUnie, zegt bespreekstuk. Dan wordt het een bespreekstuk. Dank u wel. Dan is hiermee agenda punt 5 wel echt behandeld. Gaan we over naar agenda punt 6. Vaststelling, beeldkwaliteitsplan, bedrijvenpark De Rotbrink. En om enige afwisseling te betrachten, ga ik nu eens vanaf de andere kant. Voorzitter, dank u wel. Ja, wat de heer Wint, betreft, gaat uw gang. Wat ons betreft prima plan en we zouden zeggen laten we dit maar snel afhameren. Dat is wel heel kort. Ik zit te kijken naar de heer Remmers. Gaat u gang. Het is altijd weer de vraag welke kant rond dan natuurlijk. Hè? Ik kan aan de andere kant beginnen, maar nog steeds zo gaan. Dank u wel, voorzitter. Iets langer, toch. Want per slotverrekening is de Rotbrink alweer even niet ter sprake geweest in de raadzaal. En dat wordt het toch hoog tijd om er even bij te praten. Het betreft nu het beeldkwaliteitsplan van de Rotbrink. De Rotbrink die in eerste instantie geen bedrijventerrein, maar een bedrijvenpark moest heten. Zo mooi zou het worden. Misschien kunnen we stellen dat de realiteitszin een beetje terug is weergekeerd. Niet elk type bedrijf zit op luxe en pracht te wachten. Nee, er moet geld verdiend worden. Dus krijgen we nu een aangepast beeldkwaliteitsplan voorgeschoteld. Met diverse mogelijkheden. Een mooie uitstraling aan de voorkant, iets lager niveau daarachter en woon-werkunits. Aanleidingen toe zijn de tegenvallende verkopen in de afgelopen jaren. Te weinig vierkante meters zijn afgezet met een strop voor de gemeente. De gemeente heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar allerlei alternatieven. Van leisurepark tot zonnepark, alles is besproken. De crisis lijkt echter voorbij en de afgelopen jaar zijn de nodige hectare toch verkocht. De LPO heeft daarom de volgende vragen. Waarom dan toch deze aanpassing? De verkopen lopen nu toch goed? Vraag 2. Wat doet deze aanpassing met de prijs van de vierkante meters? Zijn daar consequenties aan verbonden? Want we stellen ook andere eisen.
Vraag 3. Gaat deze aanpassing ook zorgen voor extra verkopen? Zijn er al concrete gegadigden die hebben aangegeven na deze aanpassing ook te willen afnemen? En tot slot, deze vragen ziende, nemen we nu definitief afscheid van alle alternatieve scenario's die we allemaal hier besproken hebben in deze zaal. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. VOV, de heer De Jonge, ga de gang. Ja, voorzitter, we hebben de afgelopen jaren heel wat gesproken over de Rotbrink. Zowel in negatieve zin als de laatste jaren in positieve zin. En als wij even terugkijken naar de afgelopen 2 jaar, dan moet ons van het hart dat wij het proces, de weg die we ingeslagen zijn en de betrokkenheid van de raad en de belangenbehartigers, OVO, et cetera, ons zeer aanspreekt. Voorzitter, wat ons betreft is het beeldkwaliteitsplan ook een uitvloeisel van hetgene wat er besproken is. Ik deel wel wat de heer Remmers van de LPO zegt, dat wij in een aantal vergaderingen als gemeenteraad aardig wat alternatieven hebben aangedragen voor ontwikkeling van de Rotbrink. En ik ben toch ook wel zeer nieuwsgierig van wat de mogelijkheden na het vaststellen van dit beeldkwaliteitsplan daarin zijn. Timmen we ons daarin dicht of zijn er nog mogelijkheden om wat meer te kunnen wat de raad heeft aangegeven? Dank u wel. De portefeuillehouder weer, gaat de gang. Ja, waarom een aanpassing? Een aanpassing is noodzakelijk omdat het oude beeldkwaliteitsplan, dacht ik, 10 jaar oud was en veel meer voorschrijvend was dan in de huidige periode noodzakelijk is. Dus daarom is die aanpassing er, om meer in de tijdsgeest te handelen. En ik denk dat het ook goed is, want de ondernemers staan er ook achter dat het op deze manier aangepast wordt. Prijs voor de vierkante meters, dat is het niet. Extra verkopen, dat moet je ook maar afwachten, daar kan ik ook weinig over zeggen. En nemen we afscheid van alternatieve scenario's. En dat zou ik graag wat nader gespecificeerd zien, want we hebben het hier over een beeldkwaliteitsplan en niet over de invulling van bedrijven, et cetera, en welke types bedrijven. Het gaat er gewoon om van hoe het eruit moet zien. En richting de VOV, timmeren we het dicht of timmeren we het niet dicht? Het is niet de bedoeling om het dicht te timmeren en volgens mij is dat ook niet zo. Want anders had de OVO zich wel geroerd in dit kader. Voor zover mijn beantwoording, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede ronde? Kijk even, de heer Remmers. Ja, er werd mij wat gevraagd, voorzitter, dus daar geef ik graag antwoord op. Wat betreft dat beeldkwaliteitsplan en de alternatieven. Nou, de vraag komt erop neer dan, dus als we dit beeldkwaliteitsplan vaststellen, is daarin dan nog ruimte om eventueel uit te wijken naar de leisureactiviteiten die we hier besproken hebben? Is er binnen dat beeldkwaliteitsplan dan nog ruimte om daar een paar hectare zonnepanelen neer te leggen? En zo hebben we nog wel meer zaken besproken die mogelijkerwijs in aanmerking komen als de verkopen achterblijven. En dat we toch graag een bestemming natuurlijk zien voor onze Rotbrink. Dus dat is de vraag die daarachter zit. Timmeren we het dicht of is dit allemaal nog mogelijk? In reactie ook nog van we zijn minder voorschrijvend. We hadden toen natuurlijk hele goede redenen om te kiezen voor, zoals ik het toen noemde, het bedrijvenpark. Ja, met alle eisen die daarin zijn vastgelegd dat het een mooie uitstraling, een luxe uitstraling, hoogwaardige uitstraling, dat was in eerste instantie. En ondanks dat het 10 jaar oud is, wil niet zeggen dat je per definitie dan van die eisen moet afwijken. En dan denk ik van wanneer doe je dat? Ja, op het moment dat je weet dat dat leidt tot extra verkopen, want daar is het uiteindelijk toch allemaal om te doen. En dan vind ik het jammer dat de wethouder aangeeft van ja, het gaat niet direct leiden tot extra verkopen. Dan denk ik van ja, waarom zouden we dan het hoogwaardige karakter niet vasthouden? Dus daar hoor ik nog wel graag een reactie op. Dank u wel. De heer Mors.
Ja, ik hoop dat ik deze vraag nog mag stellen, meneer de voorzitter. Maar wat mijn oog viel namelijk opeens op pagina 14 van het plan. En daarin zie ik bomen staan op plaatsen waar nu nog auto's geparkeerd staan. Is dat een wijziging van de huidige situatie? Of hebben we het al eerder eens een keer gehad over die bomen? Dank u wel, meneer de Jonge. Ja, voorzitter, ik was toch wel een beetje verrast over de beantwoording van de wethouder. Want aan de ene kant zegt hij van, ik moet wat meer aanvulling hebben daar waar het gaat over de gevolgen voor het beeldkwaliteitsplan. En tenslotte geeft de wethouder als antwoord, voorzitter, van het is niet dichtgetimmerd. En als ik even terugspit, dan hebben we het over wat meer zaken gehad dan nu in dat beeldkwaliteitsplan staan. En dat had onder andere, nou, de heer Remmers heeft al een aantal dingen aangegeven, maar dat had ook te maken met combinatie van wonen, werk, et cetera, om dat verder wat uit te breiden. Dus ja, nou goed, ik deel ook het verhaal dat de keuzes die wij hier, toen het water ons tot de lippen stond, gemaakt hebben, was het doel om verkopen van meer kavels en te zorgen dat het park aantrekkelijk wordt en blijft. En ik zou ook in dat beeldkwaliteitsplan niet de keuze willen maken om alles helemaal dicht te timmeren. He, want de kavels zijn nog niet allemaal verkocht, dus het moet aantrekkelijk blijven en er moeten nog steeds meer kavels verkocht worden. He, dus de vraag is dan nogmaals aan de wethouder van, want hij was toen zelfs volgens mij nog raadslid hier in deze zaal, heeft ook een aantal punten aangegeven van waarop je de Rod Brink, ja, welke alternatieven er zijn. Dus zou die even terug willen spitten naar degene wat er toen gezegd is en of dat past binnen de mogelijkheden zoals die nu voor liggen. Dank u wel. Geen tweede kans, nee. De wethouder, ga de gang. Ik heb de vraag met betrekking tot het dichttimmeren opgevat als van, is er dan niks meer mogelijk? Tuurlijk is er, zijn er dingen mogelijk en tuurlijk is het leisure nog mogelijk, als dat maar voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. En ja, of een zonneveld, een zonnepark, of dat nog mogelijk is van, als je kijkt hoe het nu verkaveld is, dan is het maar de vraag of je daar nog op een adequate manier een zonneveld kunt exploiteren met, ja, met opbrengsten voor de gemeente. Nou is het ook in alle gevallen niet zo van dat een zonneveld hier direct onder valt, want je kunt ook ontheffing krijgen voor een bepaalde periode. Dus dichttimmeren? Nee. En ja, mijn opmerking van, trekt dit nou extra bedrijvigheid aan? Ja, dat zal moeten blijken. Als ik me het goed herinner, dan stond in het oude beleidsplan of oude beeldkwaliteitsplan dat op bepaalde plaatsen rhododendrons geplaatst moesten worden. Nou, daar zitten we in de huidige periode niet meer op te wachten om ondernemers voor te schrijven wat voor planten ze op de erfafscheiding moeten zetten. En dan denk ik van, dit draagt daartoe bij. Dan was dit de behandeling in tweede termijn, de vragen en de antwoorden. Rest mij nog één vraag natuurlijk, of dit een hamerstuk is of een bespreekstuk in de raad. Voorzitter, wat gezien de beantwoording, en ik mis een stukje enthousiasme, zou ik in eerste instantie willen vragen om bespreekstuk te behandelen. En mochten wij daarvan afzien, dan hoort u dat tijdens de vergadering. Dan gaat dit stuk als bespreekstuk naar de raad over 14 dagen. Dank u wel. Dan is hiermee agendapunt 6 ook behandeld. Gaan wij over naar agendapunt 7. Statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio OOZ. Wie mag ik daarover het woord geven? Eén toch wel. Ja. Ah, heer Moerman. Ja, voorzitter, die hangt van, die wil ik wel oppakken. Namens, ja, dat hoop ik althans inderdaad. Voorzitter, ik kan me niet voorstellen dat dit stuk echt tot discussie leidt. En ik kan me ook niet voorstellen dat in één van de deelnemende gemeenteraden waar OOZ vertegenwoordigd is, dat er ook maar één raad iets op tegen zou hebben tegen een meer directere invloed van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden op invloed op het aanstellen van de lid van de raad van toezicht. Dus lijkt me alleen maar een uitstekende zaak. Dus vandaar deze reactie. Ik begrijp dat u zich niks afvraagt. Dank voor deze inbreng. Dan hebben we hiermee agenda punt 7 denk ik ook gehad, want ik hoor dat het een hamerstuk is. Ja. Niet nu natuurlijk, maar over 14 dagen. Hè? Dat hebben we in de gaten.
Dank u wel voor uw inbreng, voor uw inzet. Rondvraag is er niet, zoals al gezegd. Sluiting is er wel, die is nu. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Wel thuis. Ja,